Vandaag hebben we weer een heel ander product van Mercedes-Benz bij ons. De Mercedes-Benz Sprinter. Dit is de laatste generatie. Hiervoor hebben we eigenlijk alleen nog maar personenwagens bekeken, maar Gomez levert veel meer dan dat. We leveren personenwagens, bedrijfswagens en trucks, allemaal van Mercedes-Benz. Vandaag bedrijfswagens. De nieuwe Mercedes-Benz Sprinter, die is mogelijk in wel 17 verschillende configuraties met daarop weer 600 verschillende optiemogelijkheden. De auto kan variëren in lengte van 5,26 meter tot wel 7,36 meter. Dus 4 verschillende trappen hebben we in de lengte. We hebben 3 verschillende treders in de hoogte. Dan moet u denken aan 2,33 meter tot wel 2,83 meter. De auto die we nu mee hebben is een lengte 2 en een hoogte 2. Met een achterwiel aangedreven aandrijflijn. Maar die aandrijflijn die is ook mogelijk in 4x4. Zodat u onbegaanbare wegen begaanbaar kan maken. En in voorwielaandrijving. En voorwielaandrijving, dat is nieuw voor de Sprinter. Het grote voordeel daarvan is dat de laadruimte tot wel 7 cm zakt. Waardoor het in- en uitladen van goederen een stuk makkelijker gaat. En de totale wagenhoogte ook zakt. Dus waar we nu soms met de hoogte in problemen kwamen, kunnen we met de voorwiel aangedreven variant daar altijd naartoe. Maar zitten er ook vernieuwingen in het interieur? Jazeker. En is het daar eigenlijk nog wel zo'n bestelwagen? Laten we dat eens gaan ontdekken vandaag. Dan zitten we binnen in de nieuwe Mercedes-Benz Sprinter. Wat gelijk eigenlijk opvalt is het stuurwiel. Het stuurwiel komt eigenlijk één op één overeen met datgene in de nieuwe A-klasse, nieuwe C-klasse, E-klasse en zelfs de S-klasse. Het is volledig met Nappa-leder bekleed. De touchpads voor de bediening. Cruise control met Distronic, dus adaptieve cruise control. De bus houdt zelfs afstand tot zijn voorganger. En het navigatiesysteem, dat is eigenlijk een gelijke als dat in de Mercedes-Benz A-klasse. Dus zoals u in onze vorige vlog, de eerste vlog, heeft kunnen zien over de Mercedes-Benz A-klasse, waarin we spraken met het systeem, navigeer naar, telefoneer, eigenlijk alle functies van de auto via spraak, dat kan de Mercedes-Benz Sprinter ook. Dus ondanks dat het uiterlijk doet vermoeden dat het echt een bedrijfswagen is, doet het interieur eigenlijk vermoeden dat het meer een personenauto is. De nieuwe Mercedes-Benz Sprinter heeft een maximaal totaalgewicht van 5,5 ton en vermogens qua motorisering verschillende van 110 pk tot wel 190 pk. Het trekvermogen van de auto is maximaal 3500 kilo. Mercedes-Benz kent bij de personenwagens de uitspraak das beste oder nichts, oftewel het beste of niks. Bij de bedrijfswagens kennen we de uitspraak fans born to run, oftewel geboren om te rijden. De auto's hebben 9 miljoen testkilometers gemaakt, zodat Mercedes-Benz eigenlijk het best mogelijke product kan garanderen. Dat zien we ook terug in de restwaardecommissies, onafhankelijke partijen die de auto weer 2% meer restwaarde toeschrijven dan zijn voorganger. Oftewel de total cost of ownership, eigenlijk het belangrijkste voor een fleet owner of een klein zakelijke gebruiker van de auto. Wat kost die auto mij in mijn totale gebruiksperiode? Is zo laag mogelijk. Dus daarin onderscheidt hij zich weer. De nieuwe Mercedes-Benz Sprinter is standaard uitgerust met een automaat die bevestigd is aan een stuurkolom. Dus voor de langere rijders met de langere benen hebben we daar meer zitruimte en dat biedt op zeker langere ritten veel comfort. Airconditioning is standaard op de auto, een dode hoekassistent, zeker met een gesloten bestelwagen erg prettig en een zijwindassistent. Dus rijdt u op de snelweg met hogere snelheden met deze auto, dan corrigeert de auto zichzelf wanneer de zijwind optreedt. Door de verschillende carrosserievarianten van de Sprinter waarin die affabriek bestelbaar is, zijn eigenlijk al uw mogelijke wensen beschikbaar op de auto. Naast alle carrosserievarianten en opties die we affabriek kunnen bestellen, kunnen we ook diverse mogelijkheden aan accessoires opbouwen. Dus wilt u een kastenwagen, een chassis met daarop een opbouw die u wenst, bel ons op en onze verkopers die kunnen u daarbij helpen. We zien u graag bij een van onze bedrijfswagenvestigingen van Gomez Mercedes-Benz.